Het is misschien cliché, maar echte schoonheid zit van binnen. Niemand is perfect en iedereen heeft zijn onzekerheden en imperfecties. Maar mooi zijn begint met je goed te voelen over jezelf. In deze portrettenserie ga ik praten met verschillende mensen die trots zijn op hun perfecte imperfectie. Hoi, ik ben Moesha, ik ben 20 jaar en mijn perfecte imperfectie is vitiligo. En wat houdt het precies in? Het houdt eigenlijk in dat mijn eigen huidskleur verdwijnt en ik eigenlijk blank terugkom en ik zelf geen pigmenten meer heb. Hoe is het voor jou om deze perfecte imperfectie te hebben? Ja, fijn. Ik ken mezelf eigenlijk niet anders. Ik weet dat ik gewoon ben hoe ik ben en daar doe ik het mee. Hoe lang heb je dit al? Of ben je ermee geboren? Ik was 4 jaar oud toen ik het kreeg. Ik ben nu 20, dus ik heb het nu 16 jaar lang. Hoe was het voor jou om hiermee op te groeien? Ik had er eigenlijk nooit problemen mee. Tot een jaar of 12, 13 jaar oud kom je natuurlijk middelbare school. Je wilt zijn zoals de rest. Toen heb ik het eigenlijk wel lastig gehad. En ik denk dat dat eind tweede klas is veranderd. En ik ben gaan accepteren zoals ik ben. Hoe heb je zelf om leren gaan met deze perfecte imperfectie? Doordat ik nu bijna 2 jaar model ben, ben ik mezelf eigenlijk nog meer gaan accepteren. En dat geeft eigenlijk zoveel boost dat je zelfvertrouwen eigenlijk omhoog gaat. En dat je eigenlijk nog blijer bent dan dat je al bent hoe ik eruit zie. Huidaandoening hoeft niet altijd een nadeel te zijn. In mijn geval is het eigenlijk een voordeel geworden. En daar heb ik mee leren omgaan. En dat is heel wat. En was er voor jou echt een omslagpunt dat jij jezelf echt leerde omarmen? Ja, wanneer op de middelbare school zag ik dat kinderen mij accepteerden hoe ik was. En dat was voor mij wel een besefmoment van, wees gewoon lekker jezelf, je hoeft jezelf niet te schamen. En zo omarmde ik mezelf op dat moment. Ben je er soms nog wel eens onzeker over? Ja, soms wel. Het klinkt heel gek, maar ik denk toch wanneer ik altijd op nieuwe plekken terechtkom, waar de vitiligo misschien minder bekend is en nog niet zoveel naar voren komt, dan heb ik altijd wel een beetje zenuwen, maar dat gaat vrij snel wel weg. Hoe maakt deze imperfectie tot wie jij bent? Ik heb mezelf leren kennen. Ik heb mezelf leren accepteren zoals hoe ik ben. En ik denk dat dat het eigenlijk is. Ja, zo heb ik mezelf geaccepteerd. En huidaandoening hoeft geen nadeel te zijn. Dat is zeker belangrijk. Wat zou je zelf als advies geven toen je nog een kind was? Waar heb je eigenlijk druk om gemaakt? Het is niet raar om anders te zijn dan de rest. En als je klein bent, dan ga je dat niet begrijpen. Maar zodra je ouder wordt, dan ga je het als een voordeel zien. Je krijgt veel complimentjes. Je bent anders dan de rest. En eigenlijk is dat misschien soms nog wel eens beter of in je voordeel dan een standaard meisje zijn. En ja, jezelf blijven accepteren. Alles gebeurt met een reden, zeg ik altijd. Je weet niet waarom ik dit heb. Je weet het.